houden. Maud en Luca, gefeliciteerd. Jullie zijn allebei afgelopen weekend Nederlands kampioen geworden op de 800 meter onder de 18, hè? En jullie komen allebei uit Weesp. Dat is natuurlijk wel heel toevallig. Hoe kan het dat twee zulke goede hardlooptalenten allebei uit Weesp komen? Dat is denk ik gewoon puur toeval. Omdat ja, er is geen atletiekbaan of atletiekclub in Weesp. Dus ik denk dat het gewoon toevallig is dat we allebei atletiek zijn gaan doen. En dat het dan in Weesp zijn blijven worden. Neem me eventjes mee in het moment dat jullie aan het rennen waren. En dachten, volgens mij ben ik dit nu gewoon aan het winnen. Wat voor gevoel ging er toen, Maud, in jou om? Toen was ik echt heel blij en ik dacht zo meteen even lekker juichen. Ik zag dat jij ook echt ver voor de rest uitliep. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan jij zoveel beter zijn dan anderen? Ja, ik weet niet. Ik weet niet echt hoe dat komt. Dat is een lastige vraag. Ja. Ja. Nederland kampioen! Let's go! Jullie zijn nu de beste van Nederland op de 800 meter. En Maud zelfs ook op de 1500 meter. Hoe voelt het om de allerbeste van Nederland te zijn? Ja, op het moment zelf denk je echt, het is heel vet en het is super cool. En op school merk je ook wel dat als mensen het hebben gezien, dat ze dan opeens toch wel meer naar je omkijken of iets tegen je zeggen wat normaal gesproken niet zo is. Daarover gesproken, jullie moesten vandaag weer naar school na een bizar weekend, denk ik. Hoe was het dan om weer op school te zijn? Best wel stom. Ja, ik had er ook niet echt veel zin in. Ik verbaasde me een beetje, want ik kwam een biologieles inlopen. En mijn docent zei dat ik gefeliciteerd met de 100 meter. Dus ik zei, ik heb helemaal geen 100 meter gelopen. Maar het is ook wel gek om dan toch weer op school te zijn als je dan het hele weekend bezig bent geweest met iets anders. Jullie hebben nu natuurlijk getraind voor het NK dan specifiek. Hebben jullie een volgend doel of denken jullie, nou, dat is wel goed zo? Als kind droom je er altijd wel van dat je naar de Olympische Spelen ging. Als je vanaf heel vroeg al atletiek doet. Nu word je wel wat ouder en besef je ook dat hoeveel werk dat kost. En hoe dat toch wel, dat er de kans misschien best klein kan zijn. En stel, het lukt niet. Je weet het natuurlijk maar nooit. Wat zouden jullie dan willen worden? Ik heb zelf altijd gezegd dat ik ook in mijn studie iets met sport wil gaan doen. En ik vind biologie altijd heel interessant. Alleen, ik was dit jaar dan bij zo'n biologie-universiteit gaan kijken. En dan zie je toch dat het heel veel met dieren en planten te maken heeft. Dus daar toch niet die kant op, denk ik. Ja, het lijkt me ook wel heel cool om marinebiologist te worden. Maar ik heb daar nu niet echt maar de vakken voor gekozen. Dus dan zou ik helemaal nieuwe dingen moeten gaan leren. En dat zou dan weer een paar extra jaar kosten. Dus ik weet niet of ik dat ga doen. Nee. Voorlopig is het even rennen natuurlijk. Het gaat nu natuurlijk allemaal daarom. En jullie hebben een supermooie prijs gewonnen nu. Zeker, dus daar moeten jullie natuurlijk weer volop van genieten.